Welkom bij TV Magazine, het programma voor Naarden, Bussum en Weidemeren. Met deze week het Willem de Zwijger College in Bussum bestaat 95 jaar. We Vlaggetjesdag in Muiden. Meerdere monumenten verliezen hun provinciale status. En we hebben een leuk verslag van het eieren zoeken bij de schaapskooi in Blaricum. Maar we beginnen nu eerst met de Matthäus Passion in Naarden, een verslag van RTV Noord-Holland. In een lange rij staan om naar de Matthäus Passion te kunnen luisteren. Op deze Goede Vrijdag kwam iedereen van heinde en verre. U mag bijna naar binnen. Ja, gelukkig wel. Heeft u lang gewacht? Nou, een kwartiertje, 20 minuten. Ja, het is een heerlijke besteding van de Goede Vrijdag. Anders dan op een saai kantoor zitten. Dames, jullie hoeven je niet te haasten. Die ministers zijn er ook nog niet, hoor. Ja, zelfs die zouden we zien vandaag. Maar als de deuren eenmaal dicht zijn... Ja, je staat aan de verkeerde kant. De BN'ers die... Ik zit altijd aan de andere kant van de kerk. Maar wanneer kan ik ze nog eventjes spotten dan? Over een uurtje ongeveer. Lunchen. Ja, dan gaan ze lunchen. Hierheen. Waar gingen we naartoe? Waar we vandaag waren. Ja. Hoe vond u het? Schitterend. Ja, en weer heel anders. Dat stuk kan je op oneindig veel manieren doen. En dit was een hele mooie. En waarom bent u in Naarden? Ik kom elk jaar in Naarden. Het is ook een soort gewoonte. En het is prachtig hier bij de Bachvereniging. En ja. Genieten op de Goede Vrijdag. Elke keer weer. Misschien nog leuk om te weten, minister Ronald Plasterk komt uit Bussum. Het Willem de Zwijger College in Bussum bestaat 95 jaar. Bij mij zit Philip Wint. U bent de rector van het college. Dat klopt. Dat klopt, welkom. Ja, ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ik heb meteen een brandende vraag. Stel. Waarom viert u het bij 95 jaar en niet bij 100? Ja, wij hebben voor de laatste keer 10 jaar terug... reunie gehad. En we kregen ondertussen van heel veel oud-leerlingen te horen dat ze graag weer een reunie wilden hebben. En om nu nog een keer 5 jaar te wachten, hadden we zoiets van, nou, dat is niet nodig. 95 is ook een mooie leeftijd. Dus bij 95 jaar willen we het doen. En over 5 jaar doen we het opnieuw. Precies. Leuk. En dan vieren we ons 100-jarig jubileum. Ja, dat misschien nog precies. Extra spectaculair. Dat willen we nog wat spectaculairder vieren. Ja. 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 Als we even teruggaan in de tijd. 95 jaar is een lange tijd. Hoe is het college begonnen? Hoe is het ontstaan? In 1920, in eerste instantie als een meisjesschool voor het lyceum. In 1922 kwamen er al jongens bij. En, maar dan groeide, in aparte klassen? Aparte lokalen, ja. In aparte villa's. Tot begin jaren 50 is het alleen maar in villa's in de Spiegelwijk geweest. Na 1950, begin jaren 50... is er ook een hoofdgebouw neergezet op een plek van een van de grote villa's. En ik heb zelf in een van de laatste villa's nog lesgegeven. En dat is hoe lang geleden? Dat is ondertussen bijna 25 jaar terug. Ja, leuk. En nu zitten ze nog op diezelfde locatie of dat is nu een hele nieuwe locatie? Nee, het is dezelfde locatie. De locatie van de eerste villa die in gebruik werd genomen door de school in 1920. En daar is men in 1955 heeft men een nieuw gebouw neergezet. In 1975 is daar tegen dat gebouw weer een stukje gebouwd. Ja. In 1995 is er weer een stukje gebouwd. En in 2007 is het laatste stuk eraan gezet. En nu is het goed zo, of niet? Nou, het zal altijd mogen groeien, maar ik denk dat de buurt daar niet blij van zou worden. Nee. En kunt u een beeld schetsen van hoe het vroeger was? Toen in de jaren 20 die meisjes begonnen, wat voor soort... school was het? Was het Nou, het was een christelijke school voor meisjes uit de goede burgerij. In een hele mooie, lommerrijke omgeving. Zoveel meer weet ik niet van die periode. In ieder geval is het wel zo geweest dat uiteindelijk de school zo groot is geworden... dat er ook in Huizen een locatie is gestart, wat later de Erfgooiscollege is geworden. Oké, maar dat is van hieruit, vanuit de Willem de Zwijger is dat ontstaan... En als u kijkt naar het huidige college, wat is het grootste verschil met vroeger? Nou, ik denk het onderwijs en de jeugd. De jeugd is denk ik een stuk mondiger dan vroeger. En het onderwijs is een stukje moderner dan vroeger. In deze tijd worden er tablets gebruikt. Allerlei digitale materialen worden gebruikt in de les. En heel veel leerlingen zitten regelmatig achter de computer tijdens de les. En dat was tot een...
tot 25 jaar terug was dat zeker nog niet het geval. Nee, dus, want u geeft, zei u al 25 jaar geleden, gaf u ook al les. Wat voor vak gaf u? Toen ben ik begonnen als docent economie. Economie. Dus u heeft zelf ook ontzettende hele verandering meegemaakt. Klopt. En hoe heeft u dat zelf ervaren? Ja, alleen maar als ontzettend interessant. Je moet bedenken dat je de mogelijkheid krijgt om bijvoorbeeld met het vak economie digitaal materiaal, bijvoorbeeld van Nieuwsuur, de volgende dag al in de les te gebruiken. U heeft een digibord waar dat... Gewoon een PowerPoint-presentatie, filmpjes laten zien. Op die manier kan je je lessen ontzettend actueel houden. En leerlingen begrijpen daardoor veel makkelijker de stof die je daar staat te presenteren. Dus dat is echt niet meer te vergelijken met de jaren 80 toen ik begon. Dat is het grootste verschil. Ja, klopt. En in hoeverre wordt er nu in de les nog aandacht besteed aan het 95-jarig bestaan? Op dit moment is het nog stil. We willen daar natuurlijk na de toetsweek in periode 4 nog wat aandacht aan besteden. Het is ook dit jaar eigenlijk meer bedoeld voor alle oud-leerlingen en oud-collega's. En in 2020 willen we het met een week aan activiteiten gaan vieren. Als het 100-jarig is. Bij het 100-jarig bestaan willen we het echt ook voor alle leerlingen uitvoeren gaan vieren. Ja, dus eigenlijk begrijp ik, het is wel het vieren van het 95-jaar bestaan, maar het is ook een beetje als doel om een reunie te kunnen organiseren. Klopt. Dat is eigenlijk het belangrijkste, begrijp ik. Het belangrijkste doel is om al die verzoeken van oud-leerlingen, om daar tegemoet aan te komen. Ja. Het is ondertussen 10 jaar terug, dus het was een mooi moment om een reunie te vieren. En ook al is het 95 jaar. Ja, nou ja. Maar hoe gaat u dat doen? Hoe gaat de reunie eruit zien? De reunie is op zaterdag 13 juni. We beginnen om 4 uur met een welkom. Daarna is er overal muziek. We hopen op mooi weer, zodat we het schoolplein, ons nieuwe schoolplein, kunnen gebruiken. En het is vooral bedoeld dat men elkaar weer ontmoet en met elkaar in gesprek kan raken. En er zijn misschien mensen die nu kijken, die denken, ik heb daar ook gezeten, het is mij ontgaan. Hoe kunnen zij zich eventueel nog wel opgeven? Gewoon even naar de site van het Willem de Zwijger, dan kunnen ze daar het linkje vinden, reunie. En dan worden ze uiteindelijk naar de juiste pagina doorverbonden. Precies. En nog even persoonlijk, hoe vindt u het om rector te zijn? Want u heeft eerst lesgegeven, nu bent u rector. Klopt. Sinds 2 jaar? Sinds 1 januari 2013. Ja, het is ontzettend leuk beroep. Het is heel gevarieerd. Je bent het ene moment ben je bezig met beleid voor de lange termijn. En op het andere moment krijg je een aantal stoute leerlingen aan je bureau. En in dat spectrum moet je zien aan allerlei activiteiten waarmee je bezig bent. Het is ontzettend leuk werk om te doen. Leuk. Nou, ik zou zeggen, geniet van de reunie. Gaat lukken. En hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dan gaan we nu nog even kijken naar een compilatie van beelden van het Willem de Zwijger College. Het begin van het zeilcharterseizoen feestelijk ingeluid. Een draaiorgel en enkele shantykoren zorgden voor feestelijke muziek. Bezoekers konden bij de zeilschepen aan boord kijken en in diverse kramen werden allerlei oude ambachten getoond. En je glaasjes zwikken, ik wil. Schuif maar aan,
monumenten verliest zijn provinciale status. Ik zit hier aan tafel met Theo Rijn, wethouder van de gemeente Weidemeren. Welkom. Ja, goedemiddag. Eigenlijk mijn eerste vraag is, wat zijn provinciale monumenten? Je hebt drie verschillende soorten monumenten. Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en daartussenin zeg maar, zitten provinciale monumenten. Huizen, boerderijen, maar het kunnen ook bruggen, het kan van alles zijn. En in dit geval aangewezen door de provincie en beschermd door de provincie. En waarom verliezen deze panden hun status? Nou, de provincie heeft een beleid gemaakt dat ze eigenlijk minder, laat maar zeggen, woningen en boerderijen willen beschermen. En veel meer naar allerlei zaken die in het landschap voorkomen. Bruggen, gemalen en dat soort zaken. Dus het is gewoon een wijziging van beleid. Ja, dus het is eigenlijk niet dat er te weinig geld is en er moet wat af. Er is een verschuiving of ook. Weet je, of het om geld gaat is weer een andere vraag. Het is wel zo dat je voor een provinciale moment heeft de provincie subsidies beschikbaar. Degene die er nu afvallen, zeg maar, kunnen daar nog aanspraken maken de komende jaren. Maar in de praktijk wordt daar heel weinig gebruik van gemaakt. Dus het is niet zozeer een financieel verhaal. Ja. En dat zijn eigenaren van een pand, die hebben een provinciale status. Ja. En die kunnen gebruik maken van subsidie. Ja, als ze echt weer een verbouwing hebben of een aanpassing hebben, in welke vorm dan ook. Hè. Dat kan zijn om energiebezuiniging, maar ook om historische delen weer terug te brengen. Dan kun je voor een provinciale en een rijksmonument kun je subsidie aanvragen. En nou, onder bepaalde voorwaarden wordt het dan al dan niet verstrekt. Ja, en hoe denkt u dat het komt dat er niet altijd gebruik van gemaakt wordt? Nou ja, de procedures zijn vaak niet zo heel simpel. En ja, het is een afweging van mensen. Ja, of ze het zelf niet doen. Ik heb ook wel eens mensen gehoord, nou, het is allemaal veel te veel gedoe. Ik doe het zelf wel. Ja, ze mogen nu sowieso, als ze van de lijst zijn, nog 3 jaar gebruik daarvan maken. Ja, ja. En het zijn 12 panden in gemeente Weidemeren. En niet in iedere gemeente is het misschien een gelijk aantal. Nee. Vindt u dat veel of vindt u dat weinig? Nou ja, het is de afweging van de provincie. We hebben ongeveer 25 provinciale monumenten. Nou, de helft gaat eraf. Maar goed, die worden zometeen een gemeentelijk monument. Dus de beschermde status blijft er wel op. En alleen, ja, het gaat van de provincie bescherming naar de gemeente toe. En wat betekent dat voor de eigenaren? Nou ja, subsidies, zo'n potje hebben wij niet. Maar wat wij wel doen voor gemeentelijke monumenten is dat we periodiek mensen aanbieden om de monumentwacht langs te laten komen. Die inspecteert dan gewoon naar de bouwstaat en dergelijke. Mensen zijn er wel eens angstig voor, want dan krijg ik zo meteen te horen van alles moet investeren. Maar dat is niet aan de orde. Maar je kan alleen gewoon door de deskundigen laten zien van hoe staat mijn pand ervoor. Nou, dat is toch een stukje waarde. En voor de rest hebben we de regeling dat als mensen iets willen verbouwen, normaal moet je dan leesjes betalen bij de gemeente. Nou, dat hoef je dan voor een monument niet te bepalen. Alleen, subsidies hebben we niet, maar nogmaals, ook bij de provincie werd daar weinig gebruik van gemaakt. Dus die mensen zijn er misschien niet heel rouwig om, of zijn ze misschien blij? Nou ja, kijk, sommige mensen zijn altijd heel trots, hè, dat ze een monument wonen of een bedrijf daarin hebben. En andere mensen, die vinden het lastig. Ja, vanwege de voorwaarden waar ze aan moeten voldoen? Vanwege voorwaarden, als je wat verbouwen wil of zo, ja, dan zitten er toch allemaal wat extra voorwaarden aan, omdat je die monumentale status natuurlijk wil behouden. Ja, precies. Maar in totaal, voor het ensemble, zeg maar, in het dorp is het toch wel belangrijk om een aantal dingen gewoon te bewaren en te beschermen. Ja, want wat betekent het voor de gemeente? Nou ja, wat ik al aangeef, er zijn gewoon een aantal monumenten, woningen, bedrijfspanden, die je graag voor het dorpsgezicht wil behouden. Ja, vandaar dat we ook die monumentale status erop geven. Ja, maar er is niet echt een budget vanuit de gemeente om de mensen te helpen het mooi te houden, begrijp ik? Nee, nee. Dus hoe moet dat geregeld worden? Nou, daar krijgen we inderdaad wel eens klachten over. Hè, van ja, leuk zo'n monument, maar hebben jullie ook nog wat centen ervoor over? Ja, helaas is dat niet aan de orde. Dus het is goed wil? Ja, we proberen het op andere manieren dan wel weer recht te breien, zeg maar, door te zeggen van, nou ja, goed, u heeft wat voordeel omdat we die monumentenwacht 1 keer in de 3 jaar laten komen. Leesjes hoeft u niet te betalen, we hebben bij gewoon een beoordeling van de bouwplannen en zo, hè. Dus je hebt een paar streepjes voor waar we dat gewoon met menskracht af kunnen. Ja. En wat is nou het verschil tussen dan een gemeentelijk monument of misschien provinciaal en een rijksmonument? Ja, rijksmonument, daar zit je echt in de eredivisie, zeg maar. Hè. De landgoederen bij ons in Schavenland bijvoorbeeld,
Trompenburg is natuurlijk ook zo'n voorbeeld. Ja, dat zijn echt de hele beeldbepalende historische panden, ja. Die wij toch heel veel hebben. Zijn er, er zijn rijksmonumenten in de gemeente? Ja, 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 dat is ongeveer de helft. We hebben zo'n 500 monumenten, hoor, dat is nogal wat. En ongeveer 2500 zijn rijksmonumenten. Maar dan moet je ook denken aan allerlei historische zaken als forten en bruggen, et cetera. Ja. En verwacht u dat daar nog een verandering in gaat komen of zal dat blijven? Ja, we hebben bij de meer natuurlijk een beetje dezelfde discussie als in Naarden, waar naar de vesting van de lijst van het Rijk af is gehaald. En dat is voor ons Trompenburg, waar het beheerders... Recent? Dat speelt nu allemaal. Ja. En we hebben de verwachting dat Trompenburg goed beheerd zal blijven. Dus we hebben niet dat facet aangetekend als Naarden met de vesting heeft gedaan. Maar wordt het dan van rijks naar provinciaal? Is het een soort trapje of is het gewoon een andere weg? Gewoon het beheer is gewoon naar een soort stichting gegaan. Niet meer door het Rijk zelf, maar die hebben daar een speciale stichting voor in het leven geroepen. En dan moet je natuurlijk afwachten of zo'n stichting de komende jaren voldoende geld behoudt om die monumenten te onderhouden. Is dat de stichting voor dat specifieke pand? Of? Heel Nederland, het gaat over heel Nederland. Het is een landelijke stichting? Een landelijk verhaal waar het Rijk... monumenten heeft overgedragen, daar ook wat geld van neer heeft gezet, partijen bij heeft gehaald. En de toekomst zal moeten uitwijzen of dat voldoende is en of dat goed gaat. Maar wij zijn natuurlijk heel zuinig op Trompenburg. Ja, houdt u uw hart vast? Of? Nee, ik heb goede hoop op. Ik ben vol vertrouwen, laat maar zeggen. Ja, dat goed gaat komen. Ja. En heeft u nog een favoriete monument? Heeft u gezegd van, nou, dat zou toch mooi zijn? Bijvoorbeeld die nu van de lijst is gehaald, van die 12. Nou, niet van nu van de lijst, want dan verwacht ik dat we goed. Maar als ik het over Trompenburg heb, dan heb ik wel zoiets van, daar moet nog heel veel herstel plaatsvinden. De openstelling vinden wij belangrijk, dat de inwoners en toeristen ook daar eens binnen kunnen kijken. Ik begrijp dat het allemaal heel kwetsbaar is. Je kan er geen honderden mensen naartoe laten komen. Maar het is natuurlijk wel beeldbepalend voor Schaafland. Ja. Ja, iedereen kent het. Iedereen staat ook even stil als je daar langs fietst of dergelijke. Dus dat is wel, ik vind het even een icoon voor de gemeente. Nou, ik dank u hartelijk voor de uitleg. Bedankt. Graag gedaan. Gaan we nu kijken naar een mooie traditie. Eieren zoeken bij de schaapskooi in Blaricum. De parkeerplaats bij de Tafelbergheide in Blaricum bleek tweede paasdag veel te klein om alle bezoekers een plaatsje te bieden. Het was dan ook de dag waarop paaseieren gezocht konden worden bij de schaapskooi. Een lange en dierbare traditie voor veel inwoners van het Gooi. De paashaas kon al die hulp goed gebruiken. Als de kinderen de gevonden chocolade-eieren inleverden, mochten ze er een paar houden en lekker opeten. Het beloofde een mooie lenteweer bleef een beetje uit, maar het was in elk geval niet meer zo koud en nat als de voorgaande dagen. Dat was 10 jaar geleden bij dezelfde gelegenheid wel heel anders.
kwamen aardig wat kinderen met hun ouders naar deze plek toe, omdat de bij het paasfeest behorende langoor hier 3000 eieren verstopt zou hebben. En die lagen er. Gelukkig ging het zoeken ook prima met een paraplu of in een regenjas. En ja, er waren vlotte zoekers die zo een plastic zakje vol hadden en kinderen die wat pech hadden en met lege handjes dreigden weg te gaan. En daarom mocht elk kind met 3 eitjes naar huis, zodat de pechvogels ook nog wat kregen. Wie geen mandje had meegebracht om de eieren in te verzamelen, kon er eentje knutselen. En ook, zoals gebruikelijk, vielen er veel pasgeboren lammetjes te bewonderen en te aaien. Dit keer niet alleen binnen. Dit was TV Magazine. Volgende week is er weer een TV Magazine. Bedankt voor het kijken.